Hebben jullie besloten om vanmiddag niet te schaatsen? Dan zit je goed. Want het 17:30 is de Trosser helemaal voor jullie. Ook tussen 19:00 en 20:00, want dan is Elver en de Ministars. Nu is er achterin volgens de Stop en Stap Show, Bassie en Adriaan en het Geheim van de Schatkaart en de Tros Popformule. We beginnen voor de allerkleinste onder ons, met Roscoe. Veel plezier. Hoor kinderen, hoor, kom er maar bij, Roscoe leest voor. Jou en mij. Kijk maar goed, luister allemaal. Het wordt een spannend en fijn verhaal. Hallo allemaal, daar ben ik weer. Ik heb een lang verhaal vandaag, dus laten we maar gauw beginnen. Ja, straks komen de jarigen aan de beurt. Ik zal het niet vergeten. Luister. Pluk de haas was toch door de vloer gezakt? Ja, dat was de schuld van het kleuterkonijn. Ze had zo woest in haar konijnenhol gegraven dat ze bij het huis van Pluk de haas was uitgekomen. Pluk de haas was niet boos hoor. En de vloer is ook weer bijna gerepareerd. Gelukkig is Pluk erg handig. Oh, er wordt gebeld. Ik geloof dat ik de bel hoor. Wie kan dat nou zijn? Ja, ik kom eraan. Ben je doof geworden, Pluk? Ik sta al een hele tijd te trekken aan die bel. Hallo, Sjaantje. Nee hoor, ik ben aan het timmeren, aan de vloer. En door dat lawaai heb ik je misschien niet gehoord. Kom binnen, wat kan ik voor je doen? Nou, Pluk, ik voor mezelf heb niets nodig. Maar ik vind het zo saai en stil in het bos. Vind jij ook niet? Ja, maar Sjaan, het is met je wintertje ook wel, hè. Wat wil je dan? Op reis? Naar een warm land? Nee, dat juist niet. Ik wil een glijbaan maken bij mij op de bosvijver. Maar dat is toch al een glijbaan? Alles is dik bevroren. Daarom juist, Pluk. Ik wil een wedstrijd gaan houden. Wie het verst komt. Ja, klinkt wel leuk. En wie doen er allemaal mee? Nou, jij bent de eerste aan wie ik het vraag. Als jij meedoet, dan doen de anderen vast ook mee. Ja, dat lijkt me wel leuk. Een beetje sporten, dat is goed voor een haas. Maar ik denk niet dat ik zal winnen, Sjaan. Hoeft ook niet. Hoi, hoi, dus je doet mee. Ik ga meteen naar de anderen toe. Zeg, Sjaan, ik geloof dat ik nog iets moois heb als eerste prijs. Oh, poei, poei. Ja. Dan wordt het een echt ijsfeest. Ja. Dat zullen ze fijn vinden. Dag, Pluk de haas. Dag, Sjaan. Tjonge, tjonge, dat zeg ik nou wel. Maar waar heb ik die grote glimmende beker gelaten? Heb ik nog eens gewonnen met hazenpeper maken? Vroeger. Dat is een aardig idee van Sjaantje het Zwaantje. Een glijwedstrijd. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Ze zeggen dat je een goede harde aanloop moet nemen. Nou ja, voor mij is het niks. Gelukkig hoef ik niet mee te doen. Ik lees wel voor. En wat zien we? Ik heb het al eerder voorgelezen. Daar gaat ze weer, dat vrouwtje. Het gebeurt echt. Nu ben ik hier toch al 10 keer overheen gevlogen en ik zie niemand om te vragen of dit het sprookjesbos is. Wonen hier dan geen kabouters en dat andere gespuis? Wilde beesten? Laat ik hier maar eens een poosje wachten, achter die dikke boom. Daar zien ze me niet. Hoi, grutjes. Volgens mij moet die ouwe hier wonen. Dat staat in mijn sterrenboek geschreven. Nou ja, afwachten dan maar. Het is niet te geloven en toch is het waar. Dat lijkt wel een heks. Een toverheks in het sprookjesbos, als dat maar goed gaat. We hebben al last genoeg van kabouter Paddenstoel. En die kan alleen maar een beetje goochelen. Veel kwaad doet hij niet. Maar een oud vrouwtje op een bezem die door de lucht zweeft. Nou, ik lees liever voor over de glijwedstrijd. Sjaantje het Zwaantje is naar Jokke Brok toegegaan. Zou hij willen meedoen? Jokke Brok, ben je thuis? Hallo? Waar zit de bel? Of moet je gewoon kloppen? Jokke, Ik hoop maar dat hij mee wil glijden. Zo piep is hij nou ook weer niet. Jokke!
Wat is er aan de hand? Is er brand? Wat sta je daar toch te snateren, zwaan? Ik lig te bed, hoor. Jokkebrok, we gaan iets leuks doen met z'n allen. Doet u mee? Met z'n allen iets leuks? Dat zal me wat worden. Moet je me daarvoor wakker maken? Jokkebrok, dan niet. Je kan er een hoofdprijs mee winnen, hoor. Kalm, witte sneeuwzwaan. Wat voor hoofdprijs? Wat moet je daarvoor doen? Nou, zeg op. We gaan een glijwedstrijd houden bij mij op de vijver. Wie het verste komt, die heeft gewonnen. Ja, dan ben ik natuurlijk van de partij. Als er wat te winnen valt, is dat alles. Een beetje over het ijs glijden. Op mij kun je rekenen. Afgesproken, Jokke. Ik ga de anderen optrommelen. Pluk de haas doet ook mee. Die dikke haas, daar win ik van. Hoewel, ik heb het al een tijd niet gedaan. Eens kijken, toen ik 6 jaar was. Oh, dat is drommels lang geleden. Maar daar weet ik wel raad op. Een brok weet altijd raad. Ik ga vast oefenen. Dat mag toch? Kom op, ga je omkleden, kerel. Brok de glijkampioen. Daar zullen ze van opkijken. Dat ik op mijn oude dag nog dat zo allemaal... Hé, uilskuiken. Oh, wat ben je? Weet jij soms waar? Hé, stop eens even als ik tegen je spreek. Dag, mevrouwtje. Lekker weer, hè? Hela. En jij daar, rattenkop? Woon jij hier? Kan jij me dan vertellen... Zeg, hoor je me niet? Geratelknats, ik vraag je wat. Piep, doet u erbij, mevrouw? Het gaat goed, hoor. Ze hebben hier allemaal verstopte oren. Die vieze beesten. Ze mogen zich wel eens wassen. Er zit modder in. Hé, jij daar. Wat ben jij voor een pluiskabouter? Of ben je soms een tulpoei? Zeg op. Ik kom er wel achter. Ik ben op zoek naar... Ook al modder in de oren. Wat een grauwe boel hier. Ik zal het anders moeten aanpakken. Ik weet al wat. Ik ga de sneeuw van de baan vegen. Dan wordt de glijbaan super de super glimmend glad. En dan vang ik wel één van die kniezenbiezers. Dan kennen ze vrouwtje Bietenbouw nog niet. Ik veeg het zo glad dat ze meteen op de bolle billen vallen. Robert de Uil, word eens wakker. Pluim de Eekhoorn, ben je daar? Maak die slaapkop eens wakker. Hallo, waar zijn jullie? Ik heb groot nieuws. Je hebt het gezien, een heks in het bos. Dat gaat goed fout. Wat doet ze eng, hè? En wat zegt ze een boze dingen? Als dat vrouwtje Bietenbouw de glijwedstrijd maar niet in de war gaat sturen. Want als ze een echte Bietenbouw is... Dan moeten we oppassen. Een Bietenbouw, die kan pas toveren. Zal ik eigenlijk wel verder vertellen? Ja? En als jullie het te griezelig vinden? Nee? Dan ga ik verder. Maar jullie zijn gewaarschuwd. Eerst maar eens horen of Robert de Uil en Pluim de Eekhoorn meedoen met de glijwedstrijd. Dat is toch geen gezicht, Sjaan? Een uil op schaatsen? Je hoeft helemaal geen schaatsen aan, malle uil. Nee. Je glijdt gewoon op je eigen poten. Ik wil wel een eindje duwen, hoor. Dan geef ik u een zwiebert. Zeg. Sjoepie. Robert de Uil, wint de hoofdprijs. Tempo. Nee, Pluim. Je mag elkaar niet duwen. Oh. Je moet het alleen doen. Nou, doen jullie mee of niet? Ik wil niet kinderachtig zijn, Sjaan, dus... Ik glij zeker mee. Maar niet op mijn bootjes. Mij te koud. Ik ga op mijn staart zitten. Laat mij maar schuiven. Afgesproken. Iedereen naar de glijbaan. Ja! Bij mijn nest aan de bosvijver. Kom. Goeie grutjes. Wat lopen hier een rare knakkers rond. Wat is dat er nu weer voor een? Stil, hij komt vanzelf naar me toegegleden. Niemand te zien. Dat is maar goed ook. Ik kan geen pottenkijkers gebruiken tijdens de oefening.
Hoe ging dat spel ook alweer? Wow! Oh, dat is goed glad zeg. Dat was ik even vergeten. En wat is dat spel koud en hard. Ja, Brok, wil je de hoofdprijs of niet? Niet zeuren. Laat ik het eens met een voorzichtig sprongetje proberen. Uit de weg. 1, 2... Ai! Wat gebeurt hier? Waar ben ik aan bezig? Au, au. Wangen tussen twee ijzeren tangen. Wat ben jij voor een verklede zeehond? Help! Ik ben op mijn achterhoofd gevallen. Ik zie spoken. Een bietenbouw zal je bedoelen. Huh? Spreek op. Wat ben je? Een glijtijger soms? Een glijtijger? Wie? Ik? Ik ben onwel geworden. Wat zie ik een vreemde dingen. Vrouwtje Bietenbouw is de naam. Huh? Ik moet een gesprekje met jou hebben. Dat ook nog. Ik moet hier weg. Gesprek? Geen denken aan. Nee, je komt niet weg, Drabbelpeer. Zeg op, waar woont ene kabouter paddenstoel? Drabbelpeer, er zijn grenzen, mevrouw Bont en Blauw. Wietenbouw, en liggen blijven? Ja, maar dat is behoorlijk koud aan het zitvlak, mal mens. Wie mag het zijn, dame? In een paddenstoel, zei u. Dan moet u de 14e boom aan uw linkerkant hebben. Die dikke. Onderin zit een houten deur. Daar woont kabouter paddenstoel. Zo mag ik het vernemen. De leeftijd, daar hou ik van. Goedemiddag. Oh, maar drommels en dreuvels. Waarom doe ik zo netjes en beleefd? Dat wou ik helemaal niet. Hier is iets heel eigenaardigs aan de hand. Dat was geen droom. Ik zie een vrouwtje. Hoe heette ze ook weer? Bietenbal of zoiets. Oh, mijn achterwerk. Ik moet hier weg. Hola. Hou je vast. Ja, maar waaraan? Kijk uit. Het is hier spekglad. Kreupelhouten vliegenstok. Wat is dit nu weer voor een hok? Hahaha, wat gezellig toch. Krijg ik toch nog visite op deze besneeuwde middag? Hallo, wie bent u dan? Wat is dat hier voor een oude lappenboel? Ik zit vast met mijn bezem. Een grapjas. Wie zou dat kunnen zijn om zo aardig te zijn? Moddertakken bezemkruid, laat me hier meteen weer uit. Weer een grapje. Nee, niet zeggen hoor. Ik zal het raden. Pluim de eekhoorn. Grasvoldroes en bikkebas. Ik wou dat ik dit bos uit was. Een versje. Ik weet het plotsklaps niet meer. Nou, ik trek de lappenboel even op hoor. Daar komt hij dan. Hooggeëerde publicum. Kreupel, kraskop. Help me eens een handje. Ik ben de weg kwijt. Wat ziet mijn oog? Ach, wat prachtig verkleed voor het feest. Oh, ik zal niet kunnen raden wie je bent hoor. Pluk de haas. Wat preutel je, gekleurde worm. Ik zal je grijpen. Goed gedaan, toch? Kan zo in de voorstelling. Nog ben je pluk of... Nee, wacht eens. Ik weet het meteen. Jakke Brok met de snor eraf. Ja, toch? Ik ben vrouwtje Bietenbouw. Oh. En als je me niet gauw... Vrouwtje Bietenbouw? Een aardige naam gevonden voor een gisteldame. Nou, ik stop met raden, hoor. Want Sjaan met de lange hals, dat kan je ook niet zijn, hè? Oh, kom, modder in de kop. Ik zal jou maar eens een tijdje opsluiten in de bietenkooi. Applaus, applaus. En veel klappen van het publicum. Dat zal de bosvriend ook zeer bevallen.
om te schateren van de lach. Mijn goede oude circus wordt weer geheel levendig. Ben je misschien dan het verkleden kleurenkonijn? Ook zo'n grapartiest, hè? Nou, je praat snavel nu eens even dicht. Ik ben op zoek naar een zekere kabouterpaddenstoel. Als je me bij hem kan brengen, dan doe ik je niets. Maar anders knip ik je kop kaal. Ja, geraden. Ja, ik had dat meteen moeten zien, hè. Schitterend uitgebeeld, paddenstoel. Oh, de baard weggeknipt. Onzichtbaar, hoor. In de bietenkooi met jou. Met een kale kop. Ik krijg je wel, kniekelbeen. Maar eigenlijk heb ik nu geen tijd om je mee te nemen. Aan jou heb ik ook niets. Ik weet je wel te vinden, hoor. Eerst moet ik het huis van paddenstoel vinden. Met een kale kop in de bietenkooi. Ik zal je krijgen. Mooi. Haha. Nu weet ik het zeker. Robert de Uil natuurlijk. Ja, want die kan de vliegkunst uitoefenen. Ja, zou ik niet geraden hebben, hoor. Ja, wel heel knap. Klauwtje Pierenwiet, jou heb ik net nodig. Ah, wat jammer. Huh? Heb je de voorstelling gemist van Robert de Uil? Wat voorstelling? Robert de Uil? Ja, Robert de Uil op de vuilvegen. Vliegt prachtig naar de wolken als een vrouwtje. Robert de Uil als vrouwtje? Waar heb je het over? Heb je het erg koud of zo? Robert de Uil doet al mee met ons, met de glijwedstrijd. Daar heeft hij niet over gesproken, hoor. Wel met mijn kale kop in de bietenkooi. Een schone vertoning. Maar het circus bruist weer. Nou, bij mij op de vijver. We beginnen zo. Wie het verst kan glijden over het ijs. Nee, daarover werd niets gezegd door de griezel mevrouw. Nee. Die Robert toch. Er kreeg geen kaart meer bij, Roscoe. Maar we hebben nog bussen zat, hoor. Allemaal januari kinderen? Wat een boel, hè? De kinderen van februari en maart, die mogen toch ook alvast insturen, postbode? Natuurlijk! Dan kan ik ze vast beginnen te sorteren. De aprilletjes bij de aprilletjes. En de maartpost op de maartberger. En dan komen de meitjes bij de meitjes. Hoe meer, hoe beter. En hoe eerder, hoe rustiger ik het heb. Postbode, geef mij die kaarten daar even aan. Goed zo. Daar gaan we. Hartelijk gefeliciteerd voor Gerard Stevens uit Amsterdam. Oh, daar heb ik een aanwoner. Stilte. Hier komt de tweedejarige in januari. Ja, ze is morgen jarig. Inge van Nuland uit Rosmalen. Van harte, hè, Inge? En ja, alweer de laatste. Koen Spekreizen uit Hengeveld. Die was gisteren jarig. Hiep, hiep, hiep. Hoera! Tot de volgende week allemaal. En nog bedankt namens het postwezen. Weer dicht, maar er komt nog veel meer.
fijn dat je keek. Tot de volgende keer.